Lindsay Monet. Who lost you? Lindsay Monet. Ze snapt je. Lindsay Monet. Zo prachtig. Alles is mogelijk. What up, what up, what up? It's your girl Lins. En mensen, ik ben super blij. Ik ben echt super blij. En ik zal jullie vertellen waarom. Rond mijn verjaardag heb ik een crowdfunding gestart. Heel veel mensen waren hiervan op de hoogte. En ja, ik heb dus eigenlijk gevraagd van, joh, als mijn volgers, fans, vrienden op Facebook mij iets willen geven voor mijn verjaardag, mag je 1 euro voor mij storten, zodat ik dat kan, ja, zodat jullie dat eigenlijk kunnen bijdragen aan mijn ticket naar Suriname, want ik heb gewoon echt een rot jaar gehad, weet je. 2017 was niet echt mijn jaar. Ik ben veel belazerd eigenlijk. Niet alleen door vrienden, maar ook door gewoon de persoon met wie ik een toekomst wil opbouwen. En la 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 la. En kijk, ik moet eerlijk zeggen, toen ik die crowdfunding, zeg maar, toen ik het maakte, je weet toch, toen ik naar die site ging en ik maakte hem, dacht ik echt van, what the hell am I doing, weet je? Maar, kijk, mensen die mij een beetje kennen, je weet toch, mijn volgers, mijn vrienden, mijn, je weet toch, familie, die weten van, ik ben niet iemand die gaat liegen over hoe ik me voel. Of, ik ga ook niet liegen van of het nou goed of slecht met mij gaat. Als het niet goed met mij gaat, mag iedereen dat weten. Want ik vind dat mensen moeten weten dat ik een mens ben. En ik ben soms ook boos en verdrietig en teleurgesteld. En je weet toch, behalve happy en hyperactief en altijd aan het lullen, heb ik ook gewoon een beetje mijn duistere kanten, weet je. En ik schaam me daar niet voor. Ik schaam me daar niet voor. Ik heb zoiets van, ik laat liever zien wie ik ben. Want er zijn genoeg mensen zoals dit. There is nothing better than a good lie. En ik vind gewoon, als jij een fake-ass motherfucking vlogger wil, ja, of, je weet, ik bedoel, er zijn genoeg fake-ass vloggers. I'm a real talker, begrijp je wat ik bedoel? Ik zeg je gewoon hoe het zit en als het niet goed met me gaat, dan zeg ik dat gewoon. En als jij niet kan tegen mijn motherfucking realness, get the fuck out! Maar mensen, zoals ik al zei, ik ben super happy. Want ik heb gewoon mijn ticket, heb ik gewoon helemaal door jullie bij elkaar gewoon. En ik zeg eerlijk man, ik ben echt super duper duper happy. Ik kan gewoon, ik had dit me niet voorgesteld. Ik had het met mijn beste vriend erover. En ik dacht van, nou als ik 100 euro krijg of 50 euro, ben ik al super blij. Maar ik heb gewoon, luister mensen, 500 euro. 500 euro. Al die euro's, die, je weet toch, die, jullie hebben gewoon 500 euro aan mij gedoneerd omdat jullie mij gunnen gewoon, begrijp je? En ik zeg eerlijk, dat doet me gewoon echt goed. Weet je, ik heb echt zoiets van, weet je, misschien ben ik toch niet zo slecht als ik soms denk dat ik ben, begrijp je? Want anders zou dit denk ik niet gebeuren. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben ook een beetje teleurgesteld, want ik ben eigenlijk afgelopen week ben ik er echt achter gekomen dat ik eigenlijk gewoon misschien 4 of 5 vrienden heb. Echte vrienden bedoel ik, weet je. En dat kwam ook door die crowdfunding. Dus luister dit dan. Ik heb die crowdfunding gestart. En ik merkte dat heel veel mensen gingen doneren. En ik had zoiets van, nou, wanneer het klaar is, kijk ik wel wie allemaal heeft gedoneerd. En al die mooie berichten erbij. Dank je wel allemaal. En toen ik dus ging kijken, miste ik een aantal namen van vrienden die echt heel close, heel dicht bij me staan, begrijp je? En daar heb ik het over vrienden die bij me over de vloer komen, vrienden die bij me eten, vrienden aan wie ik slaapplek geef, vrienden die me fucking kleren lenen, begrijp je wat ik bedoel? En ik was echt motherfucking teleurgesteld, weet je? Ik was echt heel teleurgesteld, want één van deze mensen, die ik wilde op mijn verjaardag, wilde ik uitgaan. Maar ik had zoiets van, hey, luister dan, ik heb hier eigenlijk geen geld voor. En toen had deze vriendin het lef om op die crowdfunding te gaan kijken. En toen zei ze tegen mij, maar je hebt daarop 120 euro, dus we kunnen toch uitgaan? En toen had ik al zoiets van, wauw, you're a special kind of stupid. Want dat geld is niet om uit te gaan. Dat geld is voor mijn ticket naar Suriname. Sorry, ik vond dat super brutaal. Maar wat ik nog erger vond, is dat dezezelfde vriendin
er eigenlijk... zij heeft niet eens gedoneerd. Zij heeft niet eens 1 euro voor mij over gehad om op die crowdfunding te zetten. En dan heb ik zoiets van, dus wacht. Je neemt wel de tijd om te gaan kijken hoeveel geld ik er al naar mij is gedoneerd. Naar mijn ticket naar SU. Maar je hebt niet die ene fucking euro voor me over. Maar je vreet wel bij mij. Je leent me kleding. Je komt in mijn huis. Je drinkt me drinken. Al die dingen. Weet je? En toen had ik zoiets van, maar wacht even Liz. Doe even normaal. Het is geen motherfucking verplichting om te doneren. Nee, dat is het niet. En toen ging ik even goed nadenken. En toen dacht ik, maar wacht even Lizzie. Maar zij was er niet voor jou de afgelopen half jaar toen jij die hele rotperiode meemaakte. Jij hebt niet op haar schouder kunnen huilen of aan, met de telefoon aan haar, met haar kunnen huilen toen jouw ex jou dumpte. Begrijp je? Ja, je hebt het goed gehoord. Mijn ex heeft mij gedumpt. Dus ik ging even een beetje reflecteren en ik dacht van, is zij wel een vriendin? En toen kwam ik erachter, nee, dat is zij niet. Dat is zij eigenlijk niet. Want ik vind, ik zeg jou eerlijk, ik heb wel een euro over voor iemand bij wie ik over de vloer kom. Begrijp je wat ik bedoel? 1 motherfucking euro. Begrijp je? Terwijl zij eerste rang heeft gezien hoe slecht het eigenlijk werkelijk met mij ging. En als ik eraan terugdenk, heeft ze eigenlijk nooit een vinger naar mij uitgestoken. Tenzij het was voor her own gratification. Begrijp je? Voor haar eigen benefit. Begrijp je wat ik bedoel? Want... toen het slecht ging, was ze er niet. Maar toen op mijn verjaardag, toen ik uit wilde gaan in Fi, toen was ze er wel. En het rare is... een van de eerste dingen wat ze mij vroeg toen we uitgingen... zei ze van, zitten we VIP? En toen dacht ik van, oké, nu weet ik gewoon zeker dat dat geen vriendinnetje van mij is. En weet je, toen ging ik even kijken naar iedereen in mijn telefoon, in mijn WhatsApp, in alles. En ik heb gewoon... 166 mensen geblokkeerd en verwijderd. Omdat ik gewoon merkte van, dit zijn niet mijn vrienden. En ik zeg je eerlijk, ik ben er nog steeds verdrietig om. Ja, ik ben nog steeds verdrietig. I'm like... Maar ik moet eerlijk zeggen, al die mensen zijn weg... En ik heb echt 1 nieuwe vriend ontmoet waarvan ik echt denk van, oké, you're fucking special. Ik heb niet vaak dat ik met mijn vrienden dan dat hun mij wat leren. Begrijp je wat ik bedoel? Maar ik zeg je eerlijk, met deze persoon voel ik mij echt soms gewoon like a motherfucking apprentice. Begrijp je? Like the motherfucking student. Je weet toch? Ik bedoel, it's weird. Begrijp je? It's weird. Het is ook nieuw voor mij om zeg maar de controle los te laten en gewoon iemand anders even dingen voor mij laten bepalen. Maar sinds ik dat heb gedaan, merk ik dat mijn leven gewoon een stuk beter is. Ik zeg jou eerlijk. En in het begin was het moeilijk hoor. Om, je weet toch, ik had dan al die mensen geblokt. En geen één van ze, geen één, heeft nog contact met mij opgezocht. Geen één van ze heeft zoiets van, hey, ik kan Lindsay niet bereiken. Laat me naar haar toe gaan. Of, weet je... En ik zal jullie nu alvast zeggen, het hoeft nu niet meer. Want nu is het al bijna een week geleden dat ik jullie heb geblokt. Als jullie binnen een week niet weten dat ik je heb geblokt, dan ben ik niet zo speciaal, denk ik. Denk ik. Ja toch? Ik bedoel, dan heb je mij alleen maar wanneer je mij nodig hebt. En niet om te vragen van, hey, gaat alles goed of zo? Begrijp je wat ik bedoel? En nu ben ik echt op zo'n level waarvan ik zoiets heb van... Maar mensen, don't get me wrong. Ik ben niet down. Ik ben niet boos. Ik ben eigenlijk helemaal niks. Ik voel eigenlijk niet veel. Behalve dat in de toekomst, als ik nieuwe mensen ontmoet... ik ga ze sowieso niet meer in mijn huis laten. Ik wil echt alleen maar pure mensen in mijn huis. En ze krijgen ook niks meer van mij. Weet je, vroeger was ik heel makkelijk met geld hier, dit, dat, drankje hier. Zal ik je wat vertellen, hè? Nee, ik ga dat niet vertellen. Ik laat dat gewoon voor mezelf. Want weet je zo, ik wil ook niet meer praten over het negatieve. Begrijp je wat ik bedoel? Ik wil praten over positieve dingen. En positieve dingen zijn dit. Voortaan wanneer ik iemand nieuw ontmoet en ik heb zoiets van... Oké, jij lijkt wel iemand met wie ik kan chillen. Ga ik jou eerst observeren. Begrijp je wat ik bedoel? Want dat heb ik geleerd. Ik ga eerst observeren en ik ga eerst kijken van... What kind of person are you? Begrijp je? Laten we zeggen... eerste half jaar is proeftijd. Want weet je zo...
Bijna alle mensen laten na 3 maanden hun masker vallen. Begrijp je wat ik bedoel? Dus, ik heb nu een systeem. Nu moet je gewoon solliciteren om dicht bij mij in de buurt te komen, vind ik. Je weet toch? En ja, voor de mensen die ik dus heb geblokt en jij zit mij nu te appen en je denkt van, oh shit, ze heeft mij ook geblokt. Your last, motherfucker. En nou, terug naar het positieve. Ik ga naar Suriname. Ik zeg je eerlijk, ik ben zo blij. Hè, want ik heb echt deze vakantie heb ik gewoon nodig. Ik heb die rust gewoon nodig. Echt waar. Ik kan niet wachten om er naartoe te gaan gewoon. En ik wil sowieso echt iedereen bedanken die gewoon die euro's naar mij hebben gedoneerd, weet je. En speciaal, ik wil echt één iemand wil ik echt speciaal bedanken. Dat is Kelly. Ik ga geen achternaam noemen. Kelly, je weet wie je bent. Kelly is een dame. Ze is pas moeder geworden van haar tweede kindje. En waarom ik Kelly speciaal wil bedanken, is omdat ze niet alleen heeft gedoneerd, ondanks ze 2 kinderen heeft en alleenstaande moeder. Nou, niet helemaal alleenstaand, maar ze woont wel in de eentje met haar 2 kinderen, begrijp je? En zij, om de 2, 3, 4 dagen ging ze gewoon mijn crowdfunding ging ze gewoon weer delen. Ik deed dat zelf niet eens, begrijp je? En dat liet niet alleen zien dat ze mij die euro gunt om naar Su te gaan, maar ook dat ze gewoon zoiets heeft van, je weet je, laat maar haar helpen. Laat maar haar herinneren dat ze dit nog een keer moet delen. Kelly, shout-out naar jou. Je bent echt een schatje. En ik ga je zeker niet vergeten. Ik kom je een keer opzoeken. En ik kom een keer met die kleintjes kom ik knuffelen. Waarschijnlijk pas wanneer ik terug ben uit Su. Want ik ben echt heel slecht met afspraken. En ik ben heel lui. Maar ik ga zeker een keer naar je toe komen. Thanks, Kel. Mwah. En oké, nu komen alle namen van iedereen die heeft gedoneerd. Allemaal echt super bedankt. Ik zeg je eerlijk, ik kan niet verwoorden gewoon, je weet toch, hoe dankbaar ik ben. Ik zeg je eerlijk. En ja, ik ben gewoon blij dat, je weet toch, kijk, daar heb je de mensen die hebben gedoneerd, vind ik echt super dope. En ik heb echt gemerkt van, als je er niet was voor mij in mijn fucked up periode, en je hebt niet gedoneerd, terwijl, je weet toch, die mensen die om me heen waren, die zagen gewoon eerste rang hoe slecht het met mij ging, weet je. En dan heb ik zoiets van, als je er niet voor mij was, als je niet bent langsgekomen, als je niet bij mij bent langsgekomen toen het slecht met mij ging, en je hebt niet eens 1 euro voor mij over, weet je, dan ben je geen vriend, man. En ik heb je niet geblokkeerd op Facebook. Ik heb je ook niet geblokkeerd op Insta. En ik ga ook niet lelijk tegen jullie doen. Het is alleen zo dat ik jullie niet meer, ik wil niet meer dat jullie mij kunnen bellen of kunnen appen wanneer jullie mij nodig hebben. Want toen ik jullie nodig had, waren jullie er niet voor mij. Dus deuces! En ja, verder. Ja, dat was het zo'n beetje, man. Ik ben super blij, dankjewel. En ja, mooie dingen komen eraan, man. Mooie dingen. Jullie kunnen sowieso van mij een vlogje verwachten wanneer ik in Su ben. En ja, ik wil sowieso mijn fans bedanken voor het motiveren tijdens mijn slechte periode. Begrijp je wat ik bedoel? Vooral, weet je, ik kom heel vaak fans tegen op straat. En dan heb ik niet de kans eigenlijk om het te filmen, weet je? Maar ik heb wel 1 fan gefilmd. En shout-out naar deze dude. Ik had een slechte dag en ik kwam hem tegen en ik zei snel tegen Mattie van mij, film dit. En prachtig beeldmateriaal, like really. Je bent een prachtige dame, ik heb je ook gezien op tv toch? Ja, dat kan kloppen. Ja, 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 maar perfect uit. Ik hoop ook dat je de mensen representeert op het woord. Hey, dus dat. You know what I mean? Iemand moet het doen toch? Oké, geef me 3 kussen. Oh, 3 nog wel. Mm. Oeh. Oeh. Mm. Oeh. Nou, maar this woman got sensation people, for real. Let it flow, you know what I mean? Hey, Dominican Des, Antonio, tú sabes, dominicano por aquí. Yo. Okay. Zijn we er?